Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik heb hier een doos. En deze doos is van Domino's. En hier zit een pizza in. En ik ga heel eerlijk vertellen, ik had iemand die ik ken. En die zei tegen mij van, ja, de pizza's bij Domino's zijn heel smerig. Die hebben een kauwgomdeeg. Dus toen dacht ik bij mezelf van, Wouter, probeer eens even een pizza bij Domino's. Om te kijken of je hem zelf wel lekker vindt. Nou, dus we maken hem eens even open. En dan gaan we kijken hoe ik de pizza zelf vind. Kijk, ik ben natuurlijk niet echt een pizza liefhebber, dus ik heb ook een pizza margherita. Een pizza waar heel weinig op zit. Er zit eigenlijk niks op. Geen champignons of nou die allemaal omzinnen. Nee, ik hou eigenlijk niet echt van pizza, tenzij het een pizza margherita is. Dat is de enige pizza die ik een beetje lekker vind, omdat er niet te veel op zit. En hij is niet in stukken, of wel? Ja, ik kan hem zo een stukje van afpakken. Oké, mooi. Ik heb ook geen pizzasnijer, dus dat gaat ook een beetje lastig. Maar laten we eens proberen. Er zit wel tomatensaus op. Dat kan ik nog wel waarderen, dus... Nou, ik ga heel eerlijk toegeven, ik vind deze pizza echt wel lekker. Kijk, het deeg eronder, het is niet te hard en ook niet te zacht. Het deeg is precies goed, dus... Ja, ik heb niks te klagen. Nee, ik vind het een hele goede pizza. Lekker tomatensausje erbij. Ook niet te veel, ook niet te weinig. Een goed stuk deeg, wat niet te hard is en ook niet te zacht. Het is geen kauwgomdeeg, zoals ik gehoord heb. Dus nee, Domino's heeft gewoon goede pizza's. Dus ik snap niet waarom mensen zeggen van de pizza van Domino's een kut. Ik vind deze erg lekker. Dus je moet gewoon de pizza margherita nemen, want die is erg lekker. Goed. Ik kijk even verder en dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.